Op basis van het draagvermogen van de staat heeft de regering het besluit genomen om elektriciteit met 500 miljoen SRD te blijven subsidiëren. Volgens minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen wordt de samenleving niet in de steek gelaten. De overheid heeft de subsidie niet 100% afgebouwd. Dit is het overzicht. Dit is de werkelijke situatie. Bijvoorbeeld bij één fase. Maar dit is gemiddeld van 77% en kijkt op welk niveau we thans zitten, voorzitter. Dit is de werkelijke situatie wanneer we praten over subsidie. Parlementariërs Sjaan Binda van de VAP en Patricia Etnel van de NPS hadden nog enkele vragen gericht aan de minister van Natuurlijke Hulpbronnen. Wij willen transparantie hebben en we willen overzicht hebben om eigenlijk te kijken naar de zaken van de energieverhogingen. De minister gaat ook voorbij aan alle afspraken dat tarieven niet hoger zouden zijn dan 2,5 maal dan de rationalisatie. Dat we die samenleving het gevoel geven dat we ze in de steek laten. Dat we ze niet begrijpen. Dat wil ik niet. En daarom ga ik vragen van de regering dat er een oplossing komt voor zij die het heel moeilijk hebben. Want tot op dit moment heeft de regering mij niet laten zien hoe zij die Mofina Wang zullen helpen met het betalen van de tarieven als ze niet uitkomen. Misschien moet de minister mij aangeven of we de mensen naar hem toe kunnen sturen en dat hij deels betaling doet. Alle ministeries zullen vanaf nu hun elektriciteitsrekeningen moeten betalen aan de energiebedrijven Suriname. Indien dat niet gebeurt, zal de EBS niet in staat zijn om te betalen voor de stroomopkoop en de zware olie die nodig is om de generatoren draaiende te houden. Dat zijn enkele uitgangspunten die volgens de bewindsman bepaald werden tijdens de besprekingen. Wij hebben doelbewust voor dit model gekozen. En ik weet, en als uit de gesprekken met relevante stakeholders, dat sommige stakeholders voorstander zijn van een ander model. We hebben geprobeerd alle inzichten van relevante organisaties mee te nemen, voorzitter. Maar ik zei het en ik herhaal, het blijft een illusie. Je gaat nooit alles en iedereen achter één bepaalde methodologie, achter één bepaalde tariefstructuur kunnen vinden. Maar we hebben zoveel als mogelijk rekening gehouden met wat leefde binnen de verschillende groepen waarmee we gesproken hebben.